Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag, 23 december 2014. Dit is het bulletin van dinsdag. Marriott Hotels in de VS lobbyt bij de FCC om voor elkaar te krijgen dat zij wifi-hotspots van anderen mogen jammen of op een andere manier mogen blokkeren, zo meldt onder andere webwereld.nl. Marriott kwam in oktober van dit jaar in het nieuws doordat de hotelketen deze werkwijze al op eigen houtje was begonnen. Ze kregen daar toen $600.000 aan boete voor. Marriott rekent in een aantal van hun hotels $100 per etmaal voor gebruik van de door hen goedgekeurde wifi-faciliteiten. En met het jammen wil men dus voorkomen dat de diensten elders gratis worden verkregen. Bijvoorbeeld doordat gasten met een mobiel internetaccount hun telefoon voor hun naburige gasten als openbare hotspot openstellen. Wat overigens gewoon is toegestaan. Het bedrijf Cisco ondersteunt het standpunt van Marriott. Ook Cisco vindt dat bedrijven het recht moeten hebben om andere signalen op hun eigen terrein, zoals ze dat noemen, te beschermen tegen signalen van netwerken van anderen. Lees dus het met jammers ontoegankelijk maken. Tegenstanders van het voorstel zijn de Amerikaanse brancheorganisatie CTIA en onder andere de bedrijven Google en Microsoft. KR0STV maakt melding van het gebruik van de Ham Radio Tweets Gateway door het ISS om via die weg een bericht vanuit het ISS op Twitter te posten. Ham Radio Tweets is een initiatief bestaande uit een gateway tussen Twitter en APRS om op plekken waar sociale media of zelfs het gehele internet door overheden worden geblokkeerd, via APRS op de amateurbanden toch berichten te kunnen twitteren. Het systeem werd in 2010 geïntroduceerd op de DEFCON in Las Vegas. De website van de gateway is simpelweg hamradiotweets.com en het artikel staat dus op amateurradio.com. Minister Plasterk heeft bekendgemaakt dat ernstige lekken die bij de AIVD of MIVD bekend raken, zullen worden gedeeld met belanghebbenden. Dit naar aanleiding van een motie van PvdA-senator De Vries. De veiligheidsdiensten roepen wereldwijd kritiek over zich af, omdat in een aantal landen al dan niet met medewerking van de leveranciers bewust onveiligheden in software worden aangebracht. En daarnaast dat de diensten vaak jarenlang van bij hen bekende onveiligheden gebruik maken zonder deze aan de gebruikers te melden. Hierdoor zou internet onnodig onveilig worden gehouden, wat criminelen in de kaart speelt. De Duitse amateurvereniging DARC komt komend jaar met een nieuw professioneel gemaakt maandelijks videomagazine, Funkfeuer, waarvan een demo-uitzending op YouTube staat. Het magazine is met Duitse grondigheid gemaakt, daar kunnen ze zelfs bij TX Factor nog wat van leren. Linkjes naar de verschillende onderwerpen plus naar de demo van het magazine Funkfeuer zijn na de uitzending te vinden op pn0ete.nl. Notabene, als het allemaal lukt, dan is vanavond het eerste deel van de Daily Minutes ook op YouTube te vinden met video erbij op het kanaal met als naam PNL-ETE. De dagelijkse nieuwsberichten van de Daily Minutes zijn in elk geval de komende weken nog iedere dag om 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. Met een herhaling om 10:30 de dag erop 's ochtends. Heb je de Daily Minutes gemist of geen amateurapparaat bij de hand? Probeer dan www.shorties.be/podcast. De website voor informatie bij de uitzendingen is pnlete.nl. En je kunt uitzendingen mailen op het korte mailadres en dat is xapenstaartje xdv.me. Wil je meer nieuws? Kijk dan bijvoorbeeld ook eens op hamnieuws.nl. Maar kijk zeker eens op hobbyscoop.nl, pi3utr.nl of pi610.nl. Daar kun je vinden hoe je deze fantastische repeatersystemen kunt helpen door ze met desnoods een klein bedrag te sponsoren. Tot zover de Daily Minutes voor vandaag. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo. So.